Hallo lieve mensen, deze keer gaan we weer een dieet uitproberen en wel het One Meal a Day dieet. Dit is een extreme vorm van intermittent fasting en je eet dan ook maar één maaltijd per dag. Waarom zou je dat doen, vraag je misschien af. Nou, vasten zou goed zijn voor je lijf en op deze manier is het makkelijk om calorierestrictie toe te passen en dus af te vallen. Voel je je vaak net even te zwaar, te vol, te veel? Voel je dat er een betere jij bestaat? Gelukkig is er dan nu het OMAD-dieet! In slechts een paar dagen leer je precies hoe je niet met voeding om moet gaan en dat de meeste diëten, en vooral deze, onzin zijn. Ga met scheurende honger je dag door. Word om niks boos op collega's, partners, kinderen en onschuldig meubilair. En wees verzekerd van het feit dat al je inspanning voor niks is. Dit crashdieet geeft gegarandeerd nul resultaat. Dieet is stom, dieeten werkt niet, één maaltijd per dag. Wat denk je nou zelf? Wat een onzin. Don't try this at home, don't try this at home, don't try this at home! Het gaat er bij het OMAD-dieet meer om wanneer je eet dan wat je eet. En dat is gelijk de eerste debiele regel. De 23 uur op een dag dat je dus niet eet, ben je aan het vasten en mag je alleen drankjes drinken zonder calorieën. Gedurende de video zal ik er nog veel meer over vertellen, maar voor nu gaan we lekker aan het experiment beginnen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Het is 9:50. Op dag 1. En ik heb nu al honger. Doe je mee met het experiment? Nee! Ik vind het nu al helemaal kloten. Wat doe je jezelf toch weer aan deze keer? Ik ben helemaal ook van mijn apropos, want nu het enige wat me nu uit bed krijgt is ontbijt. Zo mensen, het is zondag, een uur of 1. Ja, ik begin op zondag met het dieet, niet op maandag. What? Crazy girl. Ik heb iets perfects bedacht om mee te beginnen. Dus ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen. Ik blijf kijken. Ik hoop dat je dat... Het is het begin van de video, maar ja. Oké, dit heb ik gekocht. Ik had nog best wel veel in huis van de dingen die ik nodig had. Maar ik heb dus ook allemaal lekkere nieuwe vegan spulletjes meegenomen die ik nog niet had geprobeerd. Oké, ik ga dus de meest perfecte maaltijd maken die ik kan bedenken. En dat heb ik op een hele speciale manier samengesteld. En daar ga ik later nog wel meer over vertellen, want ik ga dit vast nog vaker eten deze week. Maar eerst wil ik het even hebben over de 4 regels die One Meal a Day kent. Toen ik dit las, wist ik echt dat het fucking bullshit was. Want regel 1 is, oké, je eet maar één maaltijd per dag. Check. Regel 2, eet in 1 uur alles wat je die dag eet. Oké, snap ik ook. Check. Komt-ie. Regel 3. Je eet van een 28 centimeter diameter bord. Hè? En regel 4. Je maaltijd mag niet meer dan 3 centimeter hoog op je bord liggen. Frietjes bijvoorbeeld, een hele berg of weet ik veel wat, is dus niet oké. Waar slaat dit op? Waar slaat dit op? Ik ga mijn eerste maaltijd klaarmaken. Nooit gedacht dat de dag zou komen dat ik mijn bord moest opmeten. Ik denk dat dit 28 mm is. Centimeter. Kijk mij meten. Nog nooit zoveel in één keer gegeten. Dit is echt een mega bord. Ik ben nu 40 minuten aan het eten. Dit is het resultaat. Het is toch net alsof er niks af is. Oké, ik heb voor het laatste kwartier dat ik mag eten even een joggingbroek aangedaan. Want jeans don't give, weet je. En ik ben ook even naar het toilet geweest. Is dat TMI? Maar nu heb ik wel meer ruimte in mijn buik. Dus ik ga nog even gewoon
wat calorieën naar binnen werken. Anders weet ik dat ik er later spijt van ga krijgen. Nou, het is 8:20 en Max is thuis. En awesome, Max is thuis en awesome. En ik heb nog steeds eigenlijk niet echt honger, maar wel erg veel zin om snacks te pakken. Snacks. Snacktime, ja? Ja. Maar wat voor soort snacks dan? Nou, er staat nog van die vegan stracciatella in de koelkast. Oké. Okay. Die wil ik bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we hebben pretzels met chocola. Die wil ik ook. Ik wist niet of we die hadden. Ja, klopt. Oh, dat lijkt me niet helemaal stromen met jouw weekplanning. Dus ik ga deze week pretzels met chocola eten. Ja. Zo lief ben ik. Ga ik nu opeten, want dat mag jij zien. Really? Echt voor mijn neus? Worsten met pretzels. Totally would, totally would. Wat gemeen dit. Wat zie ik er trouwens slecht uit. Nou. Komt er een dieet. Hey, pretzels. Waarom woon ik samen met deze man? Hallo en goedemorgen. Ik heb zo mega heftig gedroomd. Niet normaal. Verdenk bijna de dieet ervan om er iets mee te maken te hebben. Ik heb nog geen honger, dus dat gaat goed. Ik heb hier hetzelfde aan als gisteren, denk ik me nu. Ik wilde jullie even vertellen over ons koffiemomentje. Dat Max en ik altijd hebben. Oh, Max moet bellen. Ja, kut. Ik ben namelijk hard aan het werk, dat zie je wel. We hebben een soort omgekeerde wereld. Jij hebt groen mogen. Oh ja! Wat? We zijn gewoon helemaal matchy-matchy. Oké, daar zijn we weer. Ik wilde dus vertellen over ons koffiemomentje. Normaal hebben we dat alleen in het weekend. En dan is het altijd super speciaal. Dan gaan we lekker in bed zitten en dan met alle katten. En dan helemaal zo gezellig. En dat is echt mijn favoriete moment uit de week. En dan drink ik altijd lekker koffie met een beetje soja chocolademelk erin. En... Maar nu doen we dat dus bijna elke dag, omdat het kan. Dus nu zijn we dat aan het doen. Maar ik mag natuurlijk geen chocolademelk erin gooien. Dus ik heb nu een beetje van een zoetje. Zoetje in de koffie. Heel veel mensen vinden dat heel raar. Dus tot zover deze interessante update. Goede interlude. Ja. Ik heb even een ander shirt aangetrokken, want het oog wil ook wat natuurlijk. Het is nu 1:00. Ik denk dat ik alvast ga eten, want ik begin echt hangry te worden. En op zich was gisteren oké toen ik ging slapen. Dus ik moet natuurlijk mijn optimale tijd berekenen. Waardoor ik zeg maar niet te veel honger heb als ik in bed ga. Maar ook niet 's ochtends helemaal eraf lig. Dus ik denk dat dat nu ongeveer is. It's science. Oké, ik heb dus besloten om vandaag te... ik heb dus besloten om vandaag een maaltijd... ik heb dus besloten om vandaag een maaltijdvervanger te nemen als maaltijd. Dus dat bevat alle vitamine en mineralen die je nodig hebt op een dag. En ik heb nu 2 maaltijden in 1 fles. Max, jij wordt altijd al misselijk van 1, toch? Zo omdat ik een gulzige dikke haai ben, maar dat is inderdaad... Ja, dit is 800 calorieën. Maar ja, ik ga eerst maar eens dit naar binnen krijgen en dan kijk ik daarna weer verder. Want ik wil ook niet verspillen natuurlijk. Maar ik dacht wel, ik kan wel ook wat aanvullen met snacks. Want dat past allemaal op mijn bord in principe. We zijn 1:30 verder. Ik ben er bijna, maar ik zit mega vol. Ondertussen staat dit voor mijn neus. Oh. Dan zou je zeggen, Maxi, pasta carbonara, dat kan toch niet vegan? Ik ken neus wel vegan. Het is 9:00. Fucking honger. Het leven is oprecht veel minder leuk als je geen snacks mag eten. En ik ga nu even bij Max klagen hierover. Als ik ooit weer scherp word. Max. Ja? Ik wil snacks eten. Het leven is moeilijk, hè? Je moet me knuffelen nu. Nou, ik ga wel. Kom hier. Nou. Yeah. Dan heb je het ook moeilijk, hè? Met al die dingen die je jezelf aandoet. Sommige mensen vloggen gewoon hoe ze sushi bestellen en zo. En dat is ook een YouTube-carrière.
Maar jij moet nu allemaal gekkigheid doen. Je ruikt naar chips! Jawel. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Nog meer honger. Ik ga of risotto maken of pizza. Ziet er allebei wel echt goed uit. Maar dan wel gewoon de portie voor twee personen in mijn eentje opeten. Alles is voor Bassie. Ik ben even gaan staan, want misschien dat het dan beter er doorheen glijdt. Want ik zit nu al vol en ik heb nog maar ongeveer één persoonsportie op. Dus dat gaat niet goed, jongens, want dat zijn niet genoeg calorieën. Het is wel interessant hoe je elke dag binnen 20 minuten van ik wil alles eten naar ik wil nooit meer eten gaat. Ik kan niet meer. Nou, het is allemaal niet heel interessant qua shots, hè? Want ik ben overal... ik ben juist niet overal. Ik ben alleen maar thuis. Wat ik heb bedacht, terwijl Max hier achter mijn rug om gewoon lekker zit te eten, letterlijk, is om gewoon de allergrootste pizza te bestellen die je kan bestellen. En die ga ik proberen op te eten. Hashtag healthy. Wat is dat qua calorieën? 15, 1600 wel, denk ik? Ze hebben dus ook bij Papa John's, dit is niet gesponsord, vegan... oh my god, vegan pepperoni. Oh. Vegan American hot jackfruit. Vegan sausage. Dat zijn allemaal nieuwe. Oh! Large pizza, vegan sausage, pepperoni en cheese. Hoi. Vegan. Oké, bestel. Pizza time. Oké, ik had groter verwacht. In Amerika hebben we wel eens pizza besteld. En dan, dan is groot wel echt groot, zeg maar. Maar oké. Oké, moment of truth. Hij is echt zo droog. Ik moet denk ik iets van knoflooksaus of zo erbij pakken, want ik ga dit echt niet wegkrijgen. Zo, die is op. En nu zit ik vol. Wie had dat gedacht? Had jij gedacht dat ik hem op zou krijgen, Max? Nee, want dan had ik hier niet zo lang blijven zitten. Oh, zielig. Deze hyena heeft mooi niks overgehouden aan zijn. Ah, schier. Wel een voor je, joh. Oké, nu wil ik slapen. Oké, ik ben jullie nog een uitleg verschuldigd wat betreft die eerste maaltijd van mijn week. De zogeheten perfecte maaltijd. En dat ga ik doen aan de hand van een paar schitterend geschoten sfeerbeelden. Terwijl ik het gerecht maak. Oké, komt-ie! Ik wilde zeker zijn dat ik alle belangrijke voedingsstoffen binnen zou krijgen. Aangezien ik natuurlijk minder calorieën op een dag eet met één maaltijd. Je maag kan maar zoveel aan. Dus ik heb opgezocht wat de essentiële vitamines, de 6 essentiële mineralen, de 8 essentiële spoorelementen, de 8 essentiële aminozuren en de 2 essentiële vetzuren zijn. Vervolgens heb ik gekeken naar welke ingrediënten daarbij passen en zo een maaltijdsalade bedacht. Natuurlijk is het allemaal niet precies in verhouding en krijg ik precies de aanbevolen hoeveelheid binnen, maar het is een start voor een hele goede veelzijdige maaltijd. Tada! Zo, ik heb dit dieet nu 5 dagen gedaan en ik denk niet dat deze conclusie als een grote verrassing komt. Ik ben geen fan van dit dieet. Voor de zekerheid heb ik het ook nog eventjes bij mijn favoriete diëtiste Sarai Pannenkoek gecheckt, wat zij van het dieet vond en zij zegt dit erover. Dit dieet kan zelfs gevaarlijk zijn, ook voor gezonde mensen. Je negeert namelijk de signalen van je lichaam. En er is gewoon no way dat je echt voldoende brandstof en voedingsstoffen binnenkrijgt. Stap 1 voor een gezond lijf is ervan houden zoals het nu is. En luister wederom naar Sarai. Zie hieronder. Heb je nu nog vragen? Reageer in de comments. Dat doe ik namelijk ook. Is vet tof. Tot de volgende keer.